Het Meetjesland telt sinds kort 2 bierfietsen. Kiosk speelde in op de Meetjeslandse bierfietshype en nodigde de 2 uit voor een rechtstreeks duel. Welkom bij Top Bier. Vanavond in Kiosk. Bier lekt op asfalt. Kinderen zijn aan het schreeuwen. En de cameraman weet niet meer wat te filmen. Welkom op de Amusefiets. Deze bierfiets werd ontworpen en gebouwd door Joris Goegebuur uit Knesselaren. De bierfiets telt maar liefst 10 trapstellen en kan plaats bieden aan 17 personen. En dit is de bierfiets van Pieter Bruggeman uit Sint-Laurijns. Ook deze fiets heeft 10 trapstellen en er kunnen maximum 15 mensen mee. Get him. Maar welke bierfiets is de snelste en welke bierfiets stapt het grootste aantal pintjes tijdens de race? Om dat te weten te komen, regelden wij een rechtstreeks duel. Op deze landingstrook op het vliegveld van Ursel nemen Joris en Pieter het tegen elkaar op in de ultieme bierfietsrace. De bierfiets die het snelste over de eindmeet fietst en ondertussen het meeste aantal pinten produceert, wint de wedstrijd. 3, 2, 1. En het is de amusefiets die het snelst uit de startblokken schiet. Ja, de start, we waren al eens te goed vertrokken. Misschien ook dat ons tikje iets lichter is. Maar dan, het is natuurlijk ook bergop. En ja, naar de midden toe ook, was dat eigenlijk praktisch gelijk. De start ging bij ons iets moeizamer, omdat we zo een iets groter verzet hebben ook voor te trappen. En ja, we zaten met 4 vrouwen die moesten trappen, dus dat ging natuurlijk wel iets trager. Ondertussen wordt er duchtig getapt in extreme omstandigheden. Dat ondervindt ook Benny, tapper van dienst bij de Poldermuis. Gelukkig heeft hij nogal wat ervaring. Benny die af en toe heeft wel in een café gewerkt vroeger in de weekends. Dus die was het eigenlijk wel gewend voor zo'n paar keer te doen. Dus, ja. Het gaat een beetje over en weer. Je staat niet stil. Nee, het was inderdaad wel niet zo makkelijk, maar een beetje morsen. Dat kan geen kwaad. Hè. Maar de race gaat onverbiddelijk verder. En terwijl de tappende bierfietsen de eindmeet naderen, ziet het publiek dat het een ware nek-aan-nek race wordt. Het is uiteindelijk de amusefiets die het nipt haalt van de Poldermuis. Tot in de midden al sinds was het eigenlijk praktisch alles maar gelijk. Een beetje voor, een beetje achter. En dan eigenlijk naar het einde toe hebben we nog een beetje al onze krachten gebundeld om toch nog te kunnen winnen. En dat is net gebeurd. We hebben net de overwinning gehaald. Ik denk ja, vooral dat de mensen die moesten trappen, die meer bezig waren met bier op het moment dan dat ze met trappen bezig waren, dat eigenlijk het probleem was. Op naar de pintentelling. De amusefiets wist maar liefst 18 pinten bij elkaar te tappen. Yes! Maar de Poldermuis doet nog beter, met 20 getapte pinten. We eindigen dus op een ex-eco. Bij deze anticlimax kunnen we dus niet anders dan concluderen dat de beste bierfiets van het Meetjesland niet bestaat.